In Elst en Park Lingenzegen vindt aankomende dagen The Island plaats. Dit is een evenement waarbij wordt nagespeeld hoe het eraan toe ging in de periode na Market Garden. Het evenement bestaat uit 2 educatieve dagen voor scholen en 2 dagen voor andere bezoekers. Dit weekend geven ze demonstraties van gevechten die destijds op deze plek hebben plaatsgevonden. De organisatie nodigt iedereen uit om te komen kijken en nooit te vergeten wat er is gebeurd. De komende dagen staan ze in Elst stil bij de periode na Market Garden en de mensen die toen gesneuveld zijn. Ze vinden het belangrijk dat dit niet vergeten wordt. We hebben een herinneringsweekend. We herdenken de periode na Market Garden hier in de Betuwe, waarin maandenlang nog gestreden is voor onze vrijheid. We vinden het heel belangrijk dat die oorlog niet vergeten wordt. Je ziet in de rest van de wereld wel wat er van alles aan de hand is. De onzin van oorlog mag aangekeken worden. Ook zijn er educatieve activiteiten voor de bezoekers om ze wat te leren over hoe het er destijds aan toe ging. We hebben nu 2 educatiedagen. Dat zijn basisscholen uit de hele regio. Die komen hier naartoe. Maar eigenlijk is educatie voor iedereen. Een stukje herinneren, beseffen, beleven van de Tweede Wereldoorlog. Wat hier allemaal gebeurd is. Aankomende dagen zijn er ook demonstraties te zien. Waarin ze scènes nabootsen die hier vroeger hebben plaatsgevonden. Hierbij worden ook oude voertuigen en tanks gebruikt. Ja, we hebben allemaal demonstraties. Dat doen we met wapens, met tanks, met voertuigen, reenactments. Dus dat zijn die mannen die militairen uitbeelden. Het rijlen en zeilen van toen, dus een keuken, een hospitaal, onderhoud van vrachtwagens, noem maar op. Dus al die onderdelen die destijds die legers meebrachten, die kun je hier terugzien. Esther is hier aanwezig als vrijwilliger om te laten zien wat de veldtandarts vroeger deed. Ja, ik ben gevraagd of dat ik een educatief programma neer kon zetten. Een van de velen die hier zijn. En ik beeld dit weekend samen met een vriendin de veldtandarts met de apotheek uit. De veldtandarts mag niet vergeten worden. Zij waren erg belangrijk voor de militairen. Na de oorlog zijn de tandartsen meer genormaliseerd. Zo kwamen ook de kindertandarts. De veldtandarts was gewoon heel erg belangrijk. En het is ook gebleken dat dus na de Tweede Wereldoorlog is gebleken dat dus inderdaad de tandarts zo belangrijk is. Omdat het degene die ze geholpen hebben, bleek dus dat die inderdaad minder kans kregen op hart- en vaatziektes en botziektes. Dus toen hebben ze ook de kindertandarts geïntroduceerd, waarvan vele ouderen onder ons nog de schooltandartsbus wel herinneren. En later de mondhygiënisten en verder.